De volgende spreker die straks ten tonele komt is er eentje die je niet eens om informatie hoeft te vragen. Informatie vragen aan je collega's gaat vaak al sommige uh, te ver. We hopen daaraan bij te dragen dat je weet wie je moet hebben. In ieder geval de sprekers die nu zijn geweest. Maar uh, Eduard is er zo eentje die, uh, ja, die deelt zijn kennis ook ongevraagd. Dus die gaat eigenlijk nog een stapje verder en dat is mooi. Ik heb uh, regelmatig van Eduard ook informatie in mijn mailbox gehad. Uh, misschien heb je hier wat aan, maar je kunt ook uh, informatie op blogs vinden, sociale media. Dus, uh, dat is er eentje. Die gaat alvast een stapje verder en die deelt zijn kennis. Uh, terwijl je er niet eens om hoeft te vragen. Ideaal. Dat is dan ook een retorisch antwoord. Hè? Dat is een antwoord waarbij je geen vraag verwacht. Um, delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Klinkt hoogdravend, Maar eigenlijk, Jolanda heeft het er al over gehad. Jan heeft het er al over gehad. Kennis, we leven in een heel andere tijd. Kennis moet je delen. Delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Het zou eigenlijk wel op een tegeltje passen. Delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Die hang je op het toilet, of je ziet hem bij oma. Delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Op zich, delen, geven is niet zo nieuw. Want, ergens in zo'n dik boek met van die sloten erop staat ook geschreven, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Ook een vorm van delen. Verder gaan we over delen. Anne Frank heeft ooit gezegd, niemand is ooit arm geworden door te geven. Dan ga ik naar Galil Gibran. Gulheid is meer geven dan je kunt. En trots is meer nemen dan je nodig hebt. Het is niet hoeveel we geven, maar met hoeveel liefde we geven. Moeder Theresa. Ook een andere insteek. Dus ze zijn ons wel voor geweest. Hè? Over geven, delen enzovoorts. Nog eentje. Wat we ontvangen zit in datgene wat we geven. Franciscus van Assisi. Door mensen het vermogen te geven om meer te delen maken we de wereld transparanter. Dat is nou een recentere dienst van Mark Zuckerberg. Kijk, nou komen we in de buurt, hè? Maar nog eentje van Winston Churchill. We make a living by what we get. And we make a life by what we give. Oké, okay, ik kan me voorstellen. Eduard jongen, hou nou eens hier op met al die tegeltjes. Ik ben het zat. Oké, okay, helemaal mee eens. Niets is zo, zo irritant als een tegeltje aan de wand. Kort even over mezelf. Mijn naam is dus Eduard De Boer. Ik ben naast ICT-architect, ben ik ook reputatiecoach, blogger, podcaster. Google bedrijfsfotograaf. Ik maak dus van die bedrijfspanorama's met de Street View-technologie van Google binnen in bedrijven. Auteur, ik heb een boek geschreven. Ik ben getrouwd een, sinds een jaar of zes. Ik heb twee kinderen, twee varkens, twee honden, drie katten, zes kippen en nog wat huisdieren. Ik woon in Apeldoorn trouwens. En vanuit mijn achtergrond als, als reputatiecoach, podcaster, content marketeer, sta ik hier en wil ik jullie wat meer vertellen over delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Delen is op zich al heel oud. Ik ga, Jolanda ging tot, 16, tot de 16e eeuw terug. Ik ga nog verder terug, een jaar of 2000 terug. Delen, meer van Galilea, twee vissen, vijf broden. En je kon blijven delen. Maar het vermenigvuldigde zich wel, want er waren duizenden mensen. Als je het verhaal moet geloven, laat ik even in het midden of het echt zo is gebeurd. Maar het verhaal is er. En wat is nou het grappige? Daar werd volgens de overlevering de vissen en het brood gedeeld. Maar ook die, dat verhaal is gedeeld. Door de duizenden jaren heen. We kennen het nog, we kunnen het opzoeken in de boeken. Bijna iedereen heeft wel vaag ooit het van het verhaal gehoord. Nog zo eentje. Ook uit diezelfde tijd, hè? Wijn werd, van water werd wijn gemaakt. We deden geen water bij de wijn, maar van wijn, water werd wijn gemaakt. En ook dat werd door het te delen steeds meer. Ook dat verhaal is weer door de, door de millennia heen bij ons tot ons gekomen. Verhalen, kennis, nieuws, roddels... Hoe ging dat nou? Vroeger hadden we rotstekeningen, heel lang geleden. Heel lang geleden. Zoveel wil ik even niet teruggaan. Maar als je nou kijkt, op een gegeven moment waren dat de troubadours. Troubadours die reisden van stad naar stad, naar dorp enzovoorts. Overal hoorden ze roddels. Ze lazen af en toe ook wel eens wat ze, ze praatten met mensen. Ze hoorden nieuwtjes enzovoorts. En dan brachten ze van de ene stad weer naar de andere stad. Dus één zo'n persoon die ging met zijn kennis, ging die liedjes spelen in, in een andere stad. En verspreidde ook de nieuws, het, het nieuws, de roddels. En noem maar op de nieuwste ontwikkelingen. Dus delen van kennis, delen van ervaringen, roddels enzovoort is niet nieuw. Nog zo eentje, Da Vinci. Mooie tekeningen gemaakt, die deelden die met zijn leerlingen enzovoort, en die deelden die met zijn omgeving. Delen is niet nieuw. En we, zien ze, we kunnen ze nog steeds vinden. Op een gegeven moment kwam de kerk in vragen. Die vond dat het geloof aangetast werd door al die kennis die er maar gedeeld werd. Dus dat ging je krijgen, die gingen de wetenschappers gewoon verbieden nog te publiceren, te spreken erover. En vervolgens gingen mensen zich, die, die organiseerden geheime genootschappen. Ze gingen de kennis weer bij zich houden. Dat is ook iets, Jan die had het er ook over, dat is ook iets wat we nu eigenlijk een beetje weer zien, heel vaak. Dat mensen hun kennis bij zich houden binnen een bedrijf. Nou, daar kom ik zo nog even op terug. Wat je op een gegeven moment krijgt... Kennis en, en roddels en nieuws, ja, dat, dat, dat gaat gewoon van mensen. Mensen zitten op de bank gezellig te kletsen in het park. De laatste nieuwtjes, wat ze in de krant hebben gelezen, wat ze op de radio hebben gehoord, wat ze op tv hebben gezien of op internet gelezen. Nou, deze denk ik dan nog net niet. Maar in ieder geval, dat wordt gedeeld. Mond tot mond. Reclame is ook zoiets, iets wat gedeeld wordt. Mond tot mond. En dat is ook iets wat vermenigvuldigt, als, 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 wat je graag ziet als marketeer. Je deelt een bepaalde, of iemand deelt een bepaalde ervaring met een product of een dienst. Met iemand anders, vertelt erover, vol lof, vol vuur, vol enthousiasme. Die persoon die denkt van, nou, dat lijkt me wel wat. Laat ik het ook eens even kopen. Laat ik ook eens even gaan kijken of het iets voor mij is. Als die persoon ook enthousiast is, deelt hij het ook weer. Op een verjaardagsfeestje of wat dan ook. Binnen no time krijg je dat virale effect. Maar ook daar, delen van kennis leidt tot, of delen van ervaringen, leidt tot vermenigvuldigen. Wat je ziet, wetenschappers die publiceerden al jarenlang in vakbladen natuurlijk hun kennis. Hun artikelen, hun de resultaten van hun onderzoeken, hun ideeën erover enzovoort. Vanaf de jaren negentig ging men dat veel meer online delen. Want iedereen was overal connected. Overal waar je wilde kon je gewoon inprikken en je was verbonden met het net. Het netwerk was gewoon en is nog steeds overal. Wat je zag is dat onder andere die wetenschappers, maar ook heel veel andere mensen, duizenden, miljoenen andere mensen gingen... Bloggen. Ja. nu krijg je iets leuks. Mensen gaan bloggen, produceren, leveren hun kennis, pro, uh, vertrouwen toe aan, niet aan papier, maar aan de digitale snelweg. Ze zetten het ergens op een weblog of zo. Anderen lezen het. En binnen no time, nou, dat Facebook-verhaal inderdaad van het saïe in, in, uh, in Egypte is een goed voorbeeld. Hoe snel dingen kunnen gaan. Door, door te publiceren, kan het gewoon heel snel een hele grote massa bereiken. Ook weer vermenigvuldigen. Op een gegeven moment kregen we sociale media. Nou, LinkedIn, Twitter, Facebook, euh, Pinterest, euh, weet ik welke er allemaal zijn. Huifjes is inmiddels ter zielen sinds een tijdje, bestaat niet meer. YouTube natuurlijk, euh, Flickr, you name it. Die versterkte de mogelijk, of gaf je meer mogelijkheden, of geef je nog steeds meer mogelijkheden, om kennis en, en je content die je produceert of die je interessant vindt, te delen met je omgeving en daarmee te vermenigvuldigen. Vergeet niet dat op dit moment op YouTube iedere minuut ongeveer 100 uur aan video wordt geüpload. Dat is gigantisch. Dat is meer dan we kunnen behappen. Maar goed, voor al, er is altijd wel weer voor iemand iets bij. Maar ook daar delen is het nieuwe vermenigvuldige. Waar we eerst nog de oude mond tot mondreclame hadden, waar we op feestjes zeiden van nou jongens, uh, ik heb een uh, goede auto of dit of dat, ik weet niet zo wat auto's, maar uh, noemen ze dat goede wasmachine. Uh, daar heb je nu reviewsites voor. Ik heb een leuke vakantie gehad. Dat vind ik, ik leuke vakantie. Zoever, uh, iedereen kent. Wie, wie kent zoeven niet? Nou, dat bedoel ik. Zoever is natuurlijk een site, zoals jullie weten, daar kun je vakanties en uh, bestemmingen reviewen, hotels enzovoort. Dan kun je zeggen, ik vond het top of ik vond het belabberd of ik vond het zo zo. Denk eens bij jezelf na. Als je vakantie gaat boeken, het eerste wat je doet, is kijken naar de reviews, naar de scores. Als jij ziet van, nou, die scoort 9 punten, heeft 1 beoordeling of die scoort een 7,8 met 500 beoordelingen, welke kies je? Ik denk dat je gaat voor die 7,8 met die 500 beoordelingen dan die ene die misschien een 9 scoort. Waarom? Gedragenheid. Veel mensen hebben hun kennis gedeeld, hun ervaringen gedeeld. Komt betrouwbaar over. Terugkomt op dat bloggen. We kunnen tegenwoordig echt letterlijk met één druk op de knop. We typen ons tekstje in, ons verhaaltje. Of we maken ons videootje of wat dan ook. En met één druk op de knop hebben we een wereldwijde verspreiding. Wereldwijd. Wat je hier ziet is heel leuk. Misschien, ik weet niet of de lijntjes goed te zien zijn. Dit is een plaatje van Facebook. Toen Facebook 600 miljoen gebruikers had. Die lijntjes geven de verbindingen weer tussen alle Facebook-gebruikers wereldwijd. Nu kun je dus zien, dat geeft ook gelijk de concentratie van de Facebook-gebruikers weer. West-Europa is natuurlijk en Europa is een beetje flink druk. Ja, die Oostkant van, of die westkant van Amerika wat minder. Maar goed, dan heb je de Rockies natuurlijk. Maar zo zie je dus hoe dat allemaal met elkaar samenhangt. Wat dus je potentiële bereik is. Als je je informatie, je kennis wil delen en vermenigvuldigen. Nou, hier zie je het vermenigv potentiële vermenigvuldigingseffect. Waarom? Waarom zou je je kennis willen delen? Als, als, als individu, als bedrijf. Ik ben ervan overtuigd dat je als individu je kennis en ervaring wil delen om jezelf beter op de kaart te zetten, om jezelf te positioneren. Want het werkt als een magneet. Vandaar ook het plaatje. Dat werkt als een magneet aan, naar bedrijven en, en mensen om je heen om jou te raadplegen in geval dat ze een bepaalde vraag hebben. Ik zie het gewoon in de praktijk ook hier gebeuren. Ik vertel over dit soort dingen. Ik vertel hoe, ook hoe je met um, bijvoorbeeld leuke videootjes op internet kunt scoren. En, en dit soort kennissessies, hoe, hoe ik die opneem. En hoe ik dat weer deel op internet, indien toegestaan. Um, en mensen komen gewoon naar mij toe om te vragen hoe ik dat doe. Nou, het trekt. Vanuit bedrijven gezien, als jij dus laat zien als bedrijf hoe goed jij bent, wat je allemaal kunt, wat je allemaal in huis hebt, neem nou eens een ordina. Moet je eens kijken, we zitten hier met een goede 2000 mensen. Iedereen is uniek, iedereen is anders, iedereen heeft eigen kwaliteiten. Als we die nou eens gewoon allemaal laten zien, tenminste de goede kwaliteiten dan bij voorkeur, um, aan de buitenwereld, wat wij kunnen, wat wij presteren. We zijn namelijk extreem goed in stealth marketing. Stealth marketing is datgene verborgen houden en toch proberen dat te vermarkten waar je goed in bent. Wij doen dat stealth marketing. Wij delen niet, we vermenigvuldigen niet. In ieder geval, niet wat onze kennis niet goed genoeg niet In ieder geval, deze tijd vraagt. Wat deze markt vraagt, wat deze ontwikkelingen vragen. Want als wij kennis gaan delen als Ordina en content verspreiden enzovoorts en beoordelen, dan gaat dat als een magneet werken. Dat is gewoon een gegeven. Tuurlijk zitten er risico's aan. Mensen zijn bang van, ja, als ik, een bepaal, als ik mijn kennis ga delen, kunnen ze precies datgene doen wat ik ook doe. Dan ben ik overbodig. Geloof ik niet in. Geloof ik niet in. Volgens mij, als een banketbakker die fantastische taarten maakt, als hij zijn recept gewoon letterlijk op internet plettert. Gewoon zijn ingrediënten, stap voor stap. Zoveel poedersuiker, zoveel boter, zoveel bloem enzovoorts. Ja, ik hou van koken en lekker eten. Um, dan nog kan iemand anders die dat recept pakt, nou, ik denk in de 99 van de 100 gevallen, niet exact zo'n goede taart maken als die banketbakken kan. Die smaakt gewoon niet hetzelfde. Die 2% liefde en passie en, en, en ervaring van die Banketbakken, die maken er net het verschil waarom die banketbakken ervoor betaald wordt en waarom die dus gewoon zo'n smaakvolle taart maakt die iemand anders met dezelfde ingrediënten, met dezelfde procesbeschrijving, niet zo kan maken. Dus je hoeft op zich niet bang te zijn voor het copycat effect. Want het geval is vaak als wij laten zien hoe goed wij zijn, dan en mensen willen het gaan nadoen, vaak hebben ze er gewoon helemaal geen tijd voor. Dat is gewoon, ook in, als je het toch hebt over 99 van die 100 gevallen, zie je gewoon dat mensen daar geen tijd voor hebben. Dus dan alsnog gaan ze je vragen of jij het wil doen. Dus dat kun je maar beter gewoon laten zien. Dus het vereist een anders denken, in plaats van risico's op, en beren op de weg zien. Ik zeg niet dat we de risico's moeten bagatelliseren, ik zeg niet dat we ze moeten wegmanagen. Maar we moeten er anders mee omgaan. We moeten denken in kansen verder op de, op de weg. Kansen liggen overal, werkelijk overal, als je maar wil, als je maar wilt zien. Gandhi heeft gezegd, be the change you wish to see in the world. Verander de wereld, begin bij jezelf, is er ook zo eentje. Als je wilt dat de wereld om je heen verandert, als je wilt dat Ordina verandert, ja, dan kun je wel eens even gaan kijken hoe zou ik dat nou voor Ordina moeten gaan doen, hè? Moet ik dan zeggen van nou, ja, het management moet, uh, moet ons leiding geven, want wij voelen ons als een stel geblinddoekte medewerkers uh, de tasten in het duister. Ja, laat wil eerlijk zijn, van management hoor je niet, upper management hoor je niet van hoe je moet omgaan met social media, ja je hoort richtlijnen wat je niet mag, maar je krijgt geen handvatten over wat je wel mag, hoe je het juist moet doen om die naar te steunen, hoe je de visie kunt ondersteunen, hoe je daar kunt je steentje aan kunt bijdragen. Ik heb vandaag een leuk experiment gedaan. Um, ik, we hebben 5 juni we hebben we een kennissessie hoe vertel ik het klant. Dus daar hebben een aantal sprekers, vertellen we over allerlei leuke dingen, hoe je de boodschap kunt overbrengen naar klanten. Wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb een mailtje naar 478 collega-ordinezen gestuurd van... ...jongens, help mij, ik doe een experiment in het, de, de, om de power van social media te, de, aan te tonen. Verspreid dit, uh, deze LinkedIn-post. Wie heeft hem allemaal gehad trouwens van mij? Hebben jullie hem allemaal gedeeld? Waarom niet? Nou, oké, okay. dus... Maar als je dat gaat delen, daarmee, ondersteun je dus, daarmee steun je dus dat idee en laat je zien dat het gewoon kan werken. En dan voel je je langzamerhand ook minder geblinddoekt. De oplossing. Het is tijd voor een verandering. We moeten echt gewoon, als we iets willen, als we onszelf als bedrijf, als we trots zijn op ons bedrijf, trots zijn op ons werk, dan moeten we op een gegeven moment gaan veranderen. Maar die verandering zit bij onszelf. Ja, natuurlijk kun je zeggen, mensen moeten visie hebben maar, en moeten leiden door lead by example. Maar laten wij nou eens gewoon het principe volgen van lead by example. Als wij massaal kennis gaan delen, leuke blogposts gaan delen, zelf misschien gaan bloggen enzovoorts, kom ik zo nog even op. Dan, laten we, dan, dan zetten we daarmee ordine op de kaart. Dan kunnen we de lat een stuk hoger beleggen. Maar het begint dus echt bij onszelf. Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I'm wise, so I'm changing myself. Dus laten we nou alsjeblieft gewoon bij onszelf beginnen. En laten we niet wachten totdat misschien iemand een keer eindelijk een idee krijgt hoe je het zou moeten doen. Gewoon beginnen. Engage. Raak betrokken in de social media. Een keer misschien delen wat een collega post op, op, op LinkedIn. Of een keer een, een, iets tweeten. Wie heeft allemaal geen Twitter? Oké, okay, geeft niks. Wie heeft er, okay, wie heeft er dan wie heeft er geen LinkedIn? Laat ik die dan nou vragen. Want dat is natuurlijk heel zakelijk. Hè? Kijk, iedereen heeft LinkedIn. Dat is positief. Ik zat laatst in een groep van twintig mensen. Was ik een presentatie aan het geven. Had er, twee hadden er wel geteld, LinkedIn. Maar um, op LinkedIn zetten heel veel collega's, zetten gewoon waarde, die delen waardevolle... Artikelen, of artikelen die ze waardevol achten, die ze interessant vinden. Um, nu zeg ik niet dat, alles, dat je alles moet delen wat iemand anders ook deelt. Maar als het iets is wat, wat Ordina aangaat, waarmee Ordina zichzelf op de kaart zet. Een bepaald artikel over wat, wat op ordina.nl is verschenen. Iemand deelt dat en je ziet... Op... Oké, okay, nu toch over LinkedIn heb. Wie zit er... Wie kijkt elke dag wel even op LinkedIn? Oké, okay, eens per twee dagen. Oké, okay, wie, wie kijkt dan dan eens per week of af en toe eens een keer? Oké. Okay. Nou, daar heb, je dus, daar heb je dus de mogelijkheid om jezelf dus inderdaad, om je omgeving te verbeteren door jezelf te gaan veranderen. Raak betrokken in de social media. Facebook. Ik, ik, ik doe niks zakelijks met Facebook. Dat is gewoon voor mijn vrienden en familie. Dat heb ik ook gewoon verder helemaal dicht staan. Dat vind ik prima. Maar LinkedIn, als je het leuk vindt. Twitter bijvoorbeeld, hoeft ook helemaal niet. Sommige mensen doen ook wel eens wat leuke dingetjes met Pinterest. Dat is visueel georiënteerd, veel voor de vrouwen. Ik zie al een dame ja knikken. Dat klopt inderdaad. Um, grappig genoeg, als je kijkt naar de, de inschrijvingen bij Pinterest, 80% is vrouw. 90% is, is van de actieve gebruikers is vrouwelijk. Uh, ik ben er bijna doorheen. Stap 2, ga zelf content creëren. Deel dat in de social media. Deel het met je collega's. Zorg ook dat je collega's het gaan delen. Je mag het best vragen. Please retweet. Of uh, jongens, willen jullie dit even delen op, uh, op LinkedIn? Om even extra aandacht te geven. En als je dan bezig bent, dan ga je dus, wat je dan eigenlijk doet, is content marketing bedrijven. Nou, daar kan ik ook nog een heel verhaal over ophangen, maar laat ik dat maar even niet doen. Ik begreep dat het geen pauze was, deze slide had ik al gemaakt, maar tot als je vragen hebt, mag het even nu misschien één vraag of zo, als iemand nog een vraag heeft. En anders zometeen na afloop schieb dan even aan, bij voorkeur niet af, maar schieb dan gewoon even aan. Ja, je hebt het heel erg over delen, over content delen. Um, als je bijvoorbeeld de gemiddelde timeline van iemand ziet, dat is uh, nou ja, 300 artikelen per uur. Uh, hoe doe je nou iets, ook iets waardevols delen? Want dat is denk ik vaak ook de vraag van ja, het gaat, delen gaat denk ik niet alleen maar om het delen, maar wat ook de inhoud ervan is. Absoluut. Het is, waard, het is, het is cruciaal dat je natuurlijk zinnige inhoud deelt. Uh, dat iemand net een kopje koffie heeft gehaald bij de koffieapparaat en heeft die foto van gemaakt en die liken en sharen. Ja, jongens, die tijd zijn we voorbij. Dat deden we in het begin toen van de social media. Maar inderdaad, waardevolle content, het is natuurlijk. kijk, jij bent een professional, dus jij kunt zelf beoordelen of het, of het, waarde, of het waardevolle content is, in een aantal gevallen. En of het zinnig is, ja, dan moet je ook gewoon eens even over nadenken. Je hoeft heus niet alles te delen, tuurlijk. En ik snap ook, iedereen heeft gewoon ook een, een ja, ook nog iets als, als zijn werk erbij te doen, hè? Dat moet ook nog gebeuren. Dus, je moet ook nog die balans zien te vinden. En, eh, grappig genoeg, als je, als je dit als bedrijf zou willen, verder zou willen uitbouwen, zie ik ook wel als noodzaak dat, dat je daar, dat het ook als gewoon wordt ervaren, dat het ook als jij op, op LinkedIn zit, of op Twitter zit, en je baas ziet, kijkt mee over je schouder, dat het ook, dat hij ook gewoon zegt, goed bezig. Dat is die, die omslag. Maar ik zou zeggen: ja, probeer daar gewoon zelf de balans in te vinden wat je waardevol acht. Dat is, dat is moeilijk, zijn er regels voor te geven. En in, ga inderdaad geen 300 artikelen per uur uh, sharen. Een stuk of twee, drie per dag. Nou, dat ben je al druk hoor. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank jullie wel.